Yo allemaal, vandaag gaat de 12e editie van de KPM Cup door in Hasselt. En wij gaan eens checken. Let's go! Moest uw dochter later thuiskomen met een skater, zou je dan eerder blij of ongerust zijn? Zou je wel nice zijn, toch? Ja, geweldig. Ja. Best wel blij eigenlijk, denk ik. Ja. Ik zou zelf een skater als mijn dochter ook met skater is, dan zou ik wel wollig zijn. Beetje ongerust, beetje blij. Het zijn goede jongens, maar niet allemaal. Ik bedoel, was er mis met skater? Ja. Waarom niet? Ik zou blij zijn omdat ja, de culture is mooi. Ik zou heel blij zijn. En ik zou het fijn vinden als ik haar kan begeleiden en dingen leren. En het is een heel goede sport. Ook gewoon dat het een heel fijne gemeenschap heeft. En ik denk dat je dat wel op merkt, dat iedereen heel lief en ontvankelijk probeert te zijn. En wat was uw pijnlijkste val ooit? Ligamenten afgescheurd. Ja, daar had ik mijn pols mee gebroken. De kneuzerib. 2 meter hoog en dan op mijn knie gevallen. Deze voet helemaal omgedraaid. En is hem nu teruggedraaid? Ja, zeker. Ik heb ooit wel mijn tand uitgevallen met skaten, dus dat was wel pijnlijker. Mijn tand rood. Door God hem dan, die een tand. Jullie mogen wijzen een dekje. Ja, niet opletten, mijn dek is dus zeer kapot. Een nieuwe? Die lijkt mij vrij versleten eigenlijk. Ja, ik heb daar 2 uur mee geskate vandaag. Deze heb ik 2 weken of zo, 3 weken, ik weet niet juist. De dek is 2 weken oud. 2 weken? Waarom ben jij ermee begonnen? Ik surf ook heel veel en dat was, ja, dat hoort erbij, kind of, dus. Wat vind je het leukste, surfen of skaten? Moeilijk, heel moeilijk. Surfen. Surfen? Mocht dat je naar de zee zit dan? Ja. Zeg, wat is uw type eigenlijk? Zijn dat dan ook skaterboys? Hier, allemaal aan de kant.